kunt natuurlijk naar Ibiza, Frankrijk of Italië gaan. Maar als je echt avontuur zoekt, dan ga je naar een land waar je überhaupt nog niet van wist dat het bestond. Kyrgyzstan. Ze spreken er geen Engels, zien zelden een toerist en het lijkt alsof je 100 jaar terug in de tijd gaat. Dit is de bizarste reis die we ooit maakten. Dit is Nomads. Na de zware tocht van de vorige dag besloten we om het vandaag lekker rustig aan te doen. Het is per slot van rekening ook vakantie natuurlijk. Doordat we de vorige avond pas in de schemer bij de rivier aankwamen, wisten we eigenlijk niet op wat voor mooie plek we beland waren. Gelukkig hebben we een drone meegesleept, zodat jullie ook kunnen genieten van het uitzicht. En waar we gisteren op de top van de berg nog aan het balen waren dat we al die extra kilo's hadden meegesleept, zijn we nu maar al te blij dat we dat gedaan hebben. Wat een ziek chille plek. Even lekker aan het ontbijt in het ochtendzonnetje. Heb je vrienden meegenomen, Mattie? Ja, Piet, Peter, Pam. Ja, lekker gaaf. Selke. Zo, hij is ons vuur aan het opeten van gisteren. We zijn de rijst aan het opeten, hè? Uit ons pan. Lekker? Diner. Dat is postpissen, man. Ik denk dat ik als ik thuis ben gewoon een dag lang in de conditioning gehangen met mijn hagen. Dan knoopt het wel, hè. Aangezien allebei mijn broers en de rest van mijn familie allemaal kaal zijn en ik de enige uitzondering ben. Ja, weet je, verzorg ik het gewoon niet. En probeer ik het zo lang mogelijk te rekken. Ja, voor de verre rest maakt mij niet uit. Mijn eigen border collie. De ene snor, allemaal snor. Ah! Ik zag het niet, gast. Oké, we zijn een geit kwijt. Laufie. We zagen net voor het laatst naar boven lopen. Dus kunnen we even met z'n vieren zoeken. Maar ja, wat de kans dat het beest alweer helemaal omhoog is. Het zou zonde zijn, want we wilden hem eigenlijk gaan ruilen. Vandaag. Niks gevonden, jongens. Nee. Ja. Nee. Jawel. We vallen dan wel een beetje bij je tegen, Thijs. Met die aantrekkingskracht van de vrouwtjes. Ja, meer meitjes dan geitjes, hè. Ja. Joep die zegt, ja, die blijft wel grazen. Die vindt toch geen pad. Maar denk je, die geit die kan toch overal rennen waar hij wil. Wat een verhaal hebben wij weer. 4 dagen is hij zonder problemen met ons meegebanjerd. Over bergen van 4 kilometer hoogte en nu peert hij hem ertussen uit. We hadden natuurlijk kunnen weten dat het een geit is en geen hond die na 1 fluitsignaal wat terugkomt. Ach ja, kleine geitje. We hadden hem eigenlijk willen ruilen tegen een hele vette pontjas of zo. Maar ja, aangezien iedereen stiekem toch wel gehecht was geraakt aan Laufie en alle Kyrgyzstanen een wandelijke chasliek zien lopen, is het misschien maar goed ook. We hebben hem een golden ticket gegeven. Gelukkig wacht er nog meer avontuur, want we komen een paar gekke Kyrgyzstanen tegen die een tentenkamp voor hikers runnen. En dat blijken weer eens verdomd gezellig geluid te wezen. From Poland. Can you tell us a Polish joke? The Powiedz mi,
Jaka jest różnica między dobrą teściową i złą teściową? Zout, lauw. Wat dat dan koekje dan? Caracol. We are going to your sauna. Dat? Yeah! Vodka? Vodka, ja. Hallo, drunk women. Ik ben! Ah! Ah! Je kent fucking letten van de trek, hè? Hij zei, misschien is het te oud en heeft smell, hij zei. Oh, ja, dat is voor jou. Dat is oké. Ach, waarom dit, joh? You wanna cry? Huh? You wanna cry? From my heart, here on my soul, I keep it shine everywhere I go. Hey, hey, hello, hello, hey? Like a dirty. Yeah. It's more, and you make your plastic. We slap elkaar, jongens. Wat een scheid weer. Alsof we in de intro tuin zijn, hè? Ja, chill. We zitten hier dus in dit gekke tentenkamp waar we op afstuiten. En die gasten hebben hier dus een sauna gebouwd. Dus we gaan nu midden in de Valkenberg even lekker in de sauna. Het is goed, zitten die boys er al in. Hey gasten! Hey. Hey. Goedendag. Goedendag. De kier staat aan het zweten. Man. Oké, we lopen net die sauna uit en we gaan nu naar de rivier. Hier is denk ik gratis nul. Vamos! Na een heerlijke sessie in die Russische zweethut kwamen we erachter dat die tenten uit het kamp van De Wit zijn. Uit Schijndel, er ligt potverdomme bij ons aan de hoek. Nu we toch in Brabantse sferen zijn, tijd voor een stukje Kyrgyzstaans carnaval. Frits, het houden we Brits. We dus zouden moeten weten dat zij kunnen double daten. Yeah! Oh, de koning! Ladies zouden moeten wachten, ze kunnen double daten. Je druk en wies de toren. We nemen nog een paar shotjes voor het slapen gaan, maar niet te gek. Morgen weer een zware dag. Toch, Mofi? I'm pushy, I'm pushy, very well. 1, 2, 3, zoveel! Vetste hike vandaag, zwaarste hike. Nou, het zwaarste geloof ik een drol van. Die hebben we namelijk eergisteren al gehad. Alleen, we hebben in Kyrgyzstan, die gaat zijn vriend bovenop halen. Ja. En die gaat echt als een haast erboven. Dat is door, dan heb ik al twee rondjes singelen gelopen. Dit is ook te snel voor mij hoor. En Thijs, wat vind ik jij ervan? Ja, wel lekker. Jij vindt het wel lekker? Ik vind het wel lekker. I'm happy when I'm hiking. Back up on my back. I'm happy when I'm hiking off the beaten track. Out in the open country, ramping all the way, with a real good friend to the journey's end. 10, 20, 30, 40, 50 miles a day. Iedereen heeft zijn scheid vanochtend ingehouden. Omdat we boven op een mooie plek willen kakken. Alleen zijn iets heel stoms vergeten mee te nemen. Pleepapier. Scheidlint. Dus daarom hebben we zoveel mogelijk bladeren. Zijn er vochtig? Vochtig papier. Ja, heerlijk. Uit de jungle meegenomen. Er zit ook een eucalyptusgeur aan. Ja, lekker hè? Je krijgt gelijk een soort. Dat is beter dan dat Kyrgyzstaanse schuurpapier. Ja, dat is ook wel van die tapkruiden zelf gemaakt. Dit is echt een top. Ja, dat is echt een goeie. Ook dat is Kyrgyzstan. Beetje zilt. We zitten nu op mijn hoogte. Daar al sneeuw ligt. En dat is super mooi als je naar beneden kijkt. Eitje dit joh. Ah, gekookt eitje zou er wel in gaan. Lekker. Het zou wel lekker zijn als we hier een kroketje uit de muur konden trekken. Kees kroket boven de berg. Kees kroket Kyrgyzstan. Oh. We zijn er. Lekker pik. Oh, snel dan wacht, 3 uurtjes. Kijk, een fucking blauw water zo. 3 uurtjes. Zo'n mooie lunchplek hebben we nog nooit gehad. Lekker hoor. Kan iemand de volgende dia even aanzetten?
We twijfelen om te zwemmen. Het is wel koud. Ja. Zit op 3,5 kilometer. Stijve tepels zullen we krijgen. Maar ik heb een beetje met mezelf de afspraak, en ik weet niet of jij meegaat, dat als er water is, moet ik erin. Can we dance together one time? Would you like to be my friend? How is this gonna end? I think I'm falling back again. With you is where I wanna be, it's true. I wanna have you close to me, it's true. So come and hold me like the old times. And I won't hold back, not this time, because denk je? Joep en Ik was een heel eind gelopen, ik zie ze wel daar. Ik zie daar een kapakka. In die berg. Joep! Wat voor weg hebben zij genomen? De verkeerde in ieder geval. Hadden jullie het verkeerde padje genomen? Hey, wat shortcuts gaan. Ik heb mijn verbouwde schoenen aan. Dat is gewoon bijna mee. Ja? Lag jij bijna in het ravijn? Dat is serieus? Ja. Ik stond echt met één been en één vinger zo stond ik te hangen aan de wand. Dat is gewoon bijna op nee. Ik kon nee, net zo met één hand zo tegen de hand. Oh, dat is fuck, zo hard te scheiden. Ja? We dachten dat we shortcut hadden. En op een gegeven moment moesten we een stukje klimmen. Echt klimmen nog. Klimmen. Gewoon met een randje zo. Hij leeft nog. Ja, wel. Oh. Kimmetje, gozer! Daar lag hij bijna in het dal. We zijn die geit al kwijt, maar we willen jou toch heel graag bij ons houden. We zijn blij dat je nog leeft. Nu snel naar beneden naar Maufi en onze nieuwe vriend Maxi. What are you gonna do if you find our goat? You will find your goat, I bring your goat to the Holland. Let's go! And who's gonna pay for the tickets? Yeah, you must pay for me the 2 tickets. For goat and for me. Nou jongens, dan weten we dat we even zuinig aan moeten doen. Want dan hebben we volgende maand een fucking vette gast in Nederland. En een fucking vette geit. Oké, if you find a goat, we buy you a goat ticket to Holland. Oké, okay. I can buy another one. Was white? Another goat. Was white, big tits. Waar ben ik allemaal geweest? Daarboven. Waar ben ik allemaal vanaf geflikkerd? Rots. Gast, ik heb hier nou echt. Ja, gast, ik kan dit niet. Ja, wel, ik ga weg. Ik ga weg met de camera. Conclusie: we hebben één vriend verloren, maar hebben er meteen weer één voor teruggekregen: Maxi. En hij gaat met ons terug naar Caracol om ons mee te nemen naar de Nomad Games. De Olympische Spelen voor traditionele sporten, zoals boogschieten, een kokboeroe. Een spel met 8 paarden, 2 zandbakken en een onthoofde, jawel, geit. We zien jullie de volgende week weer. Laat even in de comments weten met welk drankje jullie het liefst naar deze serie kijken. Vergeet ons niet te volgen op Insta, te abonneren en even deze video te liken natuurlijk. Rachmat en toedeloe!